Wat is jouw waarheid en durf je dat te leven, ongeacht de consequenties? Mijn leven heeft in teken gestaan van het doorleven van ontzettend veel live events en dat heeft mij een schatkist aan levenservaring gegeven. En dat maakt ook dat mensen met een diversiteit aan issues bij mij komen. Issues zijn er namelijk voor jou en laten zien hoe trouw jij bent en blijft aan jouw waarheid. En dat is altijd een transformatieproces van het hoofd. Het hoofd vol met angst, schuld, jaloezie, macht, oordelen, beperkende gedachten en overtuigingen, de ja maar, de nee want, terug naar je hart. Want je hart weet wat jouw waarheid is en zit vol vertrouwen, wijsheid en liefde. En jij wordt door deze issues in je leven uitgenodigd dit transformatieproces aan te gaan. En dan dien je door je pijn, je verdriet, je boosheid, je machteloosheid heen te gaan. En daar zul je jouw waarheid vinden. En dat niet alleen, dan zul je ook de innerlijke rust gaan vinden. En bij dit transformatieproces ondersteun ik je met heel veel liefde. Weet dat je van harte welkom bent.